Hele goede morgen iedereen. Welkom op het SMANS webinar met als onderwerp BGA Repair. Dat we vandaag houden in samenwerking met onze partner Interflux. Steven Telischewski van Interflux zal het deel dat handelt over de chemie die erbij komt kijken bij BGA Repair voor zijn rekening nemen. Wij als SMANS zijnde gaan het meer de kant van het praktische kant van profielen maken, borden beoordelen. Dat gaan wij doen. Er is een mogelijkheid tot vragen stellen via de chatfunctie. Ik denk dat de meeste ondertussen van jullie de chatfunctie hebben ontdekt. Dus daar kan je vragen in neerschrijven. En die gaan we dan op het einde van de webinar, is er een vragen en antwoorden uurtje. Het zal geen uur zijn, maar een tijdstip waarop we de vragen gaan behandelen. Voordat we beginnen, heb ik nog een kleine poll klaarstaan om eens te peilen naar hoe ver dat jullie al bezig zijn met het repareren van BGA's of andere componenten. Dus als het goed is, dan ga je dadelijk de poll, of zie je de poll nu, dus het gebruik van BGA rework, ja, dat doe ik al met een automatisch rework station. Ja, dat doe ik al met een semi-automatisch. Ja, ik doe het manueel. Of de vierde mogelijkheid, nee, nog niet. Dus dan hebben we een klein beetje een idee waar jullie zich situeren op het gebied van BGA reparatie. Even kijken, komen er nog binnen? Ja, we zijn nog aan het antwoorden. Dus zoals gezegd, vandaag zijn we in het gezelschap van Steven Telischewski. Die gaat het eerste deel voor zijn rekening nemen. Chemie is heel belangrijk in het herwerken van je borden. Kan heel veel voordelen geven. Kan je ook, zonder dat je het merkt, problemen geven op langere termijn. Dat zijn dingen waar Steven het over gaat hebben. Waar je even moet bij stilstaan. Daarna kom ik terug bij jullie om mijn deel te doen. En dan op het einde gaan we samen met Steven kijken welke vragen er zijn binnengekomen. En die dan zo adequaat mogelijk beantwoorden. Goed, dan zou ik nu het woord willen geven aan Steven. En dan zie ik jullie dadelijk weer terug. Hallo allemaal, ik ben Steven Telischewski van Interflux. Interflux is een fabrikant van soldeerchemie, dat wil zeggen soldeerfluxen, soldeerpasta, soldeerdraden en zo verder. En zoals Bart al aangehaald heeft, mag ik binnen het BGA repair verhaal voor jullie vandaag de kant van de soldeerchemie belichten. En voordat we daarmee beginnen, zou ik heel graag eventjes testen of mijn presentatie zichtbaar is. Ja, Bart, die is, ja, ik zie het Steven. Ik neem aan dat je het ziet. Perfect. Nee, dan kunnen we eraan beginnen. Okay. Dus wanneer we spreken over soldeerchemie voor BGA repair, denk ik dat een zinvolle vraag is die we kunnen stellen. Waarom hebben we die eigenlijk nodig? Wel, het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig. De soldeerchemie reinigt de te solderen oppervlaktes, zodat de vloeibare soldeerlegering het vaste basismateriaal penetreren kan en daar een intermetallen verbinding maken kan. En dat is eigenlijk kort samengevat wat solderen eigenlijk is. En deze soldeerchemie is bevat in een flux. En een flux heb je in twee basisconsistenties. Ofwel vloeibaar, ofwel gelvormig. Ook kan soldeerchemie bevat zitten in een soldeerdraad of in een soldeerpasta. En wanneer we nu spreken over BGA repair, welke soldeerchemie kunnen we dan gebruiken? Wel, het hangt een beetje af van wat dat je wilt doen. We hebben in ieder geval de keuze tussen vloeibare fluxen, soldeerpasta en fluxgel. En om te kijken wat nu het best geschikt is, kijken we eens eerst naar alle stappen die je doorloopt wanneer je BGA repair doet. En laten we beginnen met het reinigen van de oppervlaktes. Dus als we de BGA verwijderd hebben, dan moeten we de oppervlaktes reinigen. Op de printplaat moet er gereinigd worden. En als we de BGA gaan hergebruiken, ook op de BGA. Daarvoor bestaan verschillende tools, verschillende mogelijkheden. Ik denk dat Bart daar nog dieper op in gaat gaan.
Maar hier heb je de keuze tussen gebruik van een fluxshell of gebruik van een vloeibare flux. En sowieso altijd heeft een fluxshell een groter proceswindow in temperatuur en tijd. Maar in dit geval heeft de vloeibare flux zeker een voldoende groot procesvenster. Ook is de fluxshell in dit geval een klein beetje moeilijker om aan te brengen en geeft die een beetje meer residu. En bij gevolg wordt er meestal gekozen in dit geval voor een vloeibare flux, maar een fluxshell is zeker ook mogelijk. Ja, dat zien we ook vaak dat dat gebruikt wordt. In een volgende stap moeten we gaan beslissen of we de BGA gaan hergebruiken. En daar moeten we goed over nadenken. Want als we dat gaan doen, dan zal de BGA 6 soldeerprocessen hebben doorlopen. De eerste keer bij de productie van de BGA, dan bij de tweede keer bij het solderen van de BGA op de print, derde keer bij het verwijderen van de BGA, vierde keer bij het zuiver maken van de pads, vijfde keer bij het rebollen en zesde keer bij het opnieuw insolderen. En het risico dat de BGA beschadigd geraakt door al deze thermische processen is zeker reëel. Dus het, het heeft zeker de voorkeur om een nieuwe BGA te gebruiken. Maar gaan we er nu van uit dat die BGA zeer zeldzaam is of zeer duur en we willen die rebollen? In dat geval zou het interessant zijn dat de BGA-bowls, de gewenste BGA-bowls, beschikbaar zijn. Dan kan je gebruik maken van een stencil om die op de juiste plaats te brengen aan de BGA. En kan je gebruik maken van een fluxgel of een vloeibare flux om die te solderen. In dit geval heeft de fluxgel de voorkeur omdat hij het optimale process window heeft, het optimale procesvenster voor het solderen, in combinatie met een goede kleefkracht, zodat de balletjes op hun plaats blijven. Bij een vloeibare flux is dat minder. Een klein nadeel van een fluxgel kan zijn dat na het solderen het een beetje moeilijker is om de stencil te verwijderen, omdat de residu's meer kleefkracht hebben ook. Dat is minder bij een vloeibare flux, maar hier heb je het risico dat die flux tussen de BGA en de stencil gaat penetreren en tijdens het solderen eigenlijk kleine explosies geeft. Dus hier zien we dat er meestal een fluxgel gebruikt wordt. Gaan we nu eens vanuit dat die balls niet beschikbaar zijn? Wel, dan kan je ze zelf maken. En dat kan je bijvoorbeeld doen door soldeerpasta te stencil printen. Hier is het belangrijk om te weten dat soldeerpasta, dat volumetrisch gezien ongeveer 50% bestaat uit metaal en 50% uit flux. Dit wil zeggen dat voor een gewenste balgrootte we de opening in de stencil dubbel zo groot moeten maken. Dat moet dan berekend worden. Ook is belangrijk om te weten dat als je een printproces introduceert, dat er heel veel parameters ook geïntroduceerd worden die een goed resultaat kunnen beïnvloeden. Hier is zeker niet te verwaarlozen de kwaliteit van de stencil. Maar op de markt zien we dat daar heel grote verschillen kunnen zijn, waardoor eigenlijk de paste release en de transfer efficiency van je soldeerpasta beïnvloed kan worden. Daar is een goede leverancier van stencils heel belangrijk. Maar er zijn ook andere parameters. Dus bijvoorbeeld niet zo simpel als je manueel print om de juiste druk uit te oefenen in combinatie met de juiste snelheid, zodat alle gaatjes van de stencil mooi gevuld worden, dat er geen soldeerpasta achterblijft op de stencil, maar ook dat er geen soldeerpasta tussen de stencil en de BGA gedrukt wordt. Dat vergt een beetje ervaring en is niet zo eenvoudig. Maar als we naar al deze parameters kijken, is dat zeker een proces dat, als we dat kunnen vermijden, dat we dat best vermijden. Dan hebben we een BGA, ofwel een verse, ofwel een geriebolde, en moet die gesoldeerd worden op de print. In dit geval kunnen we ook weer een fluxgel of een vloeibare flux gebruiken. Hier heeft meestal ook weer de fluxgel de voorkeur wegens zijn optimale procesvenster en een goede kleefkracht, zodat de component eigenlijk op zijn plaats blijft als we misschien van A naar B moeten gaan tussen pick and place of het passeren van de BGA en het solderen. Een klein nadeel dat de fluxgel heeft is dat die als je wil inspecteren onder de BGA met bijvoorbeeld een ErsaScoop, dat die residu's van die fluxgel dat een beetje moeilijker maken. Dat je niet zo goed door kan kijken en niet zo goed het soldeerresultaat kan zien. In die gevallen zien we dat er vaak een vloeibare flux gebruikt wordt, die weliswaar een kleiner procesvenster heeft, maar er bestaan fluxen die wel zeker goed genoeg zijn. En hier moet je wel opletten als je dat gebruikt, dat je beide zijdes met fluxen aanbrengt.
Dus zowel op de BGA als op de print moet er in dit geval flux aangebracht worden. En dat is niet zo voor een flux gel. Maar we kunnen ook gebruik maken van een soldeerpasta. En als je gebruik maakt van een soldeerpasta, dan heb je meer metaal. En dan heeft uw soldeerjoint, uw soldeerverbinding meer metaal. Wat zinvol kan zijn als er mechanische eisen zijn aan uw elektronische applicatie. Bijvoorbeeld vibratie, shock, thermische cyclussen enzovoort. Dat kan een voordeel zijn, maar het kan ook zeker een voordeel zijn als je een grote BGA hebt die algemeen gezien vrij gevoelig is voor kromtrekken. Ook kleinere BGA's kunnen daar last van hebben dat die tijdens het opwarmen kromtrekken. En dan kun je soldeerfouten hebben zoals head in pillow, hot tear. En daar is dat beetje meer metaal, geeft daar zeker een voordeel in en ben je daar minder gevoelig aan. Algemeen gezien, als je een soldeerpasta gebruikt, geeft die ongeveer dezelfde kleefkracht als een fluxgel, zodat de component mooi op zijn plaats blijft, en ook een vergelijkbaar residu-level. Dus er zijn twee mogelijkheden als je soldeerpasta wil gebruiken, dat is ook weer het stencilprinten. En hier moet je ook weer rekening houden met het effect dat als je manueel print, dat dat niet zo eenvoudig is. Dat je daar soldeerfouten door kunt creëren als dat niet goed gedaan wordt. En ook heb je voor elke BGA, elke verschillende BGA, ook een apart stencil nodig. Hier is het dippen van soldeerpasta veel interessanter of makkelijker in ieder geval. Dat maakt gebruik van een speciale dipsoldeerpasta die in eerste instantie geprint wordt op een stencil met een oppervlakte en opening die groter is als de component. De dikte van een stencil is ongeveer 30-50% van de diameter van uw bal. En daarin wordt dan de BGA ingedipt. En dan zal je zien dat er een reproduceerbaar volume hoeveelheid van soldeerpasta aan die ballen zal blijven hangen. En dan kan je ze op de PCB plaatsen, op de print plaatsen en solderen. Dat is een iets makkelijker proces als het printproces. Maar zoals jullie zien, afhankelijk van de situatie, is de ene type soldeerchemie beter geschikt dan de andere. Maar stel nu dat jullie een fluxgel willen gebruiken. Er zijn zoveel fluxgels op de markt. Welke fluxgel is het meest geschikt voor jouw applicatie? En waar liggen hier eigenlijk de verschillen? Wel, om dat te kunnen beoordelen, is het zinvol om eens te kijken naar de klassificatie van die soldeerchemie. Er bestaan wereldwijd bijzonder veel klassificaties, maar de meest populaire en de meest aanvaarde wereldwijd is zeker de IPC. En hoe werkt die? Wel, die werkt in drie stappen. Eerst wordt gekeken naar de basis, dan naar de activatie en dan naar het halogeengehalte van de soldeerchemie. En laten we eens beginnen met de basis. Wel, de eerste vraag die de klassificatie stelt is, bevat het product colofonium of natuurhars, oftewel rosin? Als het antwoord ja is, dan krijgt het etiket RO. Als het antwoord nee is, wordt de vraag gesteld, bevat het product een synthetisch hars of resin? Als het antwoord ja is, krijgt het de klassificatie RE of het label RE. Indien het antwoord nee is, wordt de vraag gesteld, is de activatie organisch of anorganisch? Sowieso wegblijven van anorganische chemie, want die heeft corrosieve eigenschappen. Dus in dit geval zijn we eigenlijk beperkt tot de drie mogelijkheden, rosin, resin of organic. Waar liggen hier de verschillen? Wel, rosin algemeen gezien en natuurhars heeft algemeen gezien een heel groot procesvenster in temperatuur en tijd. Resin heeft algemeen gezien dat een beetje een kleiner procesvenster en organische chemie het kleinste. En aangezien we voor BGA-repair een reflow profiel nodig hebben, zijn we hier eigenlijk beperkt tot rosin of resin en valt OR al weg. Dan als residu level of residuniveau een thema is, en wat vaak zo is, stellen wij vast, dan zien we hier dat rosin eigenlijk het slechtste is en resin toch een stuk beter. Die twee parameters samen zien we dat heel vaak de voorkeur wordt gegeven aan een RE-geclassificeerde fluxgel ten opzichte van een RO-geclassificeerde fluxgel. Maar beide zijn zeker mogelijk. Ik heb hier nog twee parameters erbij gezet die niet altijd voor BGA-repair relevant zijn,
maar wel voor heel, in heel veel andere situaties. En dat is compatibiliteit met reinigen en compatibiliteit met conformal coating. Hierin is traditioneel rosin vrij slecht, resin een beetje beter en organic chemistry eigenlijk veruit het beste. En maar kort samengevat, algemeen gezien gaan we voor een voor BGA repair, voor een RO of voor een RE chemie. En als residuniveau een thema is, dan gaan we voor de RE. Dan in de volgende stap wordt er gekeken naar de activatieklassen. En die kan ofwel laag, middel of hoog zijn. Hier ook liever wegblijven van die hooggeclassificeerde chemie, want die vergt reiniging. En zoals jullie weten, reinigen onder een BGA is niet zo eenvoudig. En de kans dat daar agressieve residu's achterblijven is bijzonder hoog. Hoe werkt die klassificatie? Wel, dat maakt gebruik van een koperspiegeltest. Dat is een heel, heel fijne laagje koper, waar we een dropje flux op aanbrengen en kijken wat er gebeurt. Als er niks gebeurt, hebben we de klassificatie L. Als er een lichte attack is, dan hebben we de klassificatie M. En als er volledig weggecorrodeerd is, de koper, het koperlaagje, dan hebben we de klassificatie H. Natuurlijk, hoe hoger uw activatieklasse, logischerwijze, hoe groter uw procesvenster in soldeerbaarheid en ook in temperatuur en tijd. Maar de basisregel is altijd, probeer het zo laag als mogelijk te houden. Hè. Dat is het veiligste. En in de meeste gevallen, en dan spreek ik over 99% van de gevallen, is een L-geclassificeerde chemie voldoende. Als uw oppervlaktes een normale kwaliteit hebben van uw componenten en van uw print, is L zeker voldoende. Wanneer gebruiken we dan bijvoorbeeld een M? Wel, bijvoorbeeld voor heel grote componenten. Als je heel lange profielen hebt, je moet langzaam opwarmen om die BGA tot zijn soldeertemperatuur te krijgen, dan kan je bijvoorbeeld overgaan naar een M-chemie als de L eigenlijk uitgeput is. In de volgende stap van de klassificatie wordt gekeken naar het halogeengehalte. En daar zijn er twee mogelijkheden. Ofwel heb je het etiket 0 ofwel het etiket 1. Voor 0 geldt voor alle activatieklasses dat tot 500 ppm halogenen toegestaan zijn. En voor 1 is het afhankelijk van de activatieklasse hoeveel halogenen je mag hebben. Maar wat zijn die halogenen? Wel, halogenen zijn elementen uit de tabel van Mendeleev, zoals bijvoorbeeld fluor, chloor en brom. En die hebben de eigenschap dat ze zeer graag reageren. En dat is natuurlijk heel interessant als je wil oppervlaktes reinigen om te solderen. Dus die halogenen geven je een heel groot procesvenster in soldeerbaarheid en ook in temperatuur en tijd. Dat klinkt heel interessant. Wees het niet dat die reactieproducten die deze halogenen vormen, en zeker met loodvrije legeringen, vrij onbetrouwbaar zijn, omdat ze meestal relatief sterk hygroscopisch zijn en ook wateroplosbaar. Daarom is eigenlijk de algemene aanbeveling altijd, als je het kan doen zonder halogenen, dan doe het zonder halogenen. En dat is zeker de tendens op de markt. En hier ook weer in 99,9% van de gevallen heb je geen halogenen nodig. Als je oppervlaktes oké zijn, als die van goede kwaliteit zijn, of normale kwaliteit zelfs, heb je geen halogenen nodig. Wanneer gebruiken we de halogenen? Bijvoorbeeld voor een chemisch tin dat veel te lang gelegen heeft, of dat veel te veel temperatuur gezien heeft. Dan kan je in sommige gevallen niet meer zonder halogenen, en heb je die nodig. Als je bijvoorbeeld messing wil solderen, of nikkel, dat niet beschermd is. In die gevallen kan het zijn dat je halogenen nodig hebt. Maar we zien in de praktijk dat de tendens is om nog een stapje verder te gaan als halogeenvrij. Want halogeenvrij is eigenlijk volgens de klassificatie L0. Laat nog 500 ppm halogenen toe. Maar in combinatie met loodvrije legeringen is er vastgesteld geweest dat eigenlijk sensibele applicaties, zoals hoge weerstandsapplicaties, hoge frequentieapplicaties, meetcircuits bijvoorbeeld, dat daar die 500 ppm halogenen wel een probleem kunnen veroorzaken. En daarvoor is de tendens absoluut halogeenvrije chemie die niet gebruik maakt van die 500 ppm toegelaten halogenen. Sowieso voor interflux-producten hebben wij reeds zeer lang geleden beslist dat halogeenvrij sowieso a priori absoluut halogeenvrij is. Dus een kleine samenvatting van die fluxclassificaties. De klassificatie kan u een indicatie geven over bepaalde substanties die bevat zijn in de soldeerchemie, ook over het procesvenster van de chemie en over de chemische betrouwbaarheid van de residu's.
Sowieso, als we een bepaalde soldeerchemie moeten kiezen voor een bepaalde applicatie, moet in de eerste plaats de soldeerchemie voldoen aan de eisen van die specifieke applicatie. En daarvoor kan je bijvoorbeeld kijken naar de klassificatie om een idee te hebben of die soldeerchemie voldoet. Maar wat zien we in de praktijk? Dat als we twee soldeerchemies hebben met dezelfde klassificaties, en laten we zeggen twee fluxgels met REL0 klassificatie, dat er in de praktijk toch bijzonder grote verschillen zijn kunnen in performance en hoe die fluxchemie zich gedraagt. En de enige manier om te zien wat dan het meest geschikt is voor die specifieke applicatie is dan om het te testen. Dus algemeen kunnen we zeggen dat voor BGA repair er heel vaak REL0 chemie gebruikt wordt, maar zeker ook ROL0 en ook ROM0 zijn mogelijk. Zo, om te eindigen zou ik graag nog een beetje vertellen over een tendens binnen de elektronica productie. De laatste 4-5 jaar toch wel, en dat zijn de laagsmeltpuntlegeringen. Laagsmeltpuntlegeringen zijn legeringen die minder temperatuur nodig hebben om te smelten. En daardoor heb je minder temperatuurbelasting op je componenten en je printplaat. En ook alle defects, alle fouten die daardoor kunnen ontstaan door thermomechanische stress, het risico daarop wordt serieus verminderd. Voor BGA repair heb je het fenomeen dat grote BGA's en soms ook kleinere BGA's relatief sterk kunnen kromtrekken. En dat kromtrekken is sterker naarmate de temperatuur hoger is. En met een laag smeltpuntlegering is dat risico een pak minder en heel vaak is het probleem daarmee opgelost. En ook alle fouten die daarmee samenhangen met dat kromtrekken. Bijvoorbeeld hot in head and pillow en hot tear. Ook is het bekend dat loodvrije zaklegeringen relatief gevoelig zijn aan voiding. Een typisch voidingniveau voor bijvoorbeeld een QFN in combinatie met een loodvrije legering is 20-30%. En daar zien we toch dat de low melting point alloy, de laag smeltpuntlegering, typisch onder die 10% zit. Dus ook in BGA repair kan dat zeker zinvol zijn om te overwegen om een laag smeltpuntlegering te gebruiken. Zeker ook omdat die temperatuurbelasting van die BGA dan een pak minder is. Ja, ziezo, dat was het eigenlijk wat ik wou delen met jullie vandaag. Ik ga nu het woord teruggeven aan mijn collega Bart. En ik blijf nog een beetje hier voor vragen te beantwoorden achteraf. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, Steven, dank u wel. Dat was een heldere uiteenzetting. Dus vragen, spaar die op. Er zijn er al een paar binnen aan het komen. Die behandelen we op het einde, zoals net gezegd. En dan zou ik het nog even graag willen hebben over de praktische kant, de toestelkant, apparaatkant van het hele rework-proces. Daarvoor ga ik mijn presentatie openzetten. Zo. Even mijn pointer aan. Voilà. Dus het eerste probleem dat we eigenlijk tegenkomen bij het herwerken van een BGA of eender welk andere component, is vaak krijg je dan een bord in je handen geduwd en met de melding van de component is kapot, haal die er alstublieft even af. En dan begint eigenlijk het probleem, want het is natuurlijk de component die erop staat, het bord, alle componenten die er omheen zitten, die moeten eigenlijk allemaal in uw beoordeling, in het inschatten van het geheel, van het werkstuk, moeten die meegenomen worden. De componenten die erop staan, zijn in tegenstelling tot bij het reflowen, bij het maken, de oorspronkelijke, de eerste stap van assemblage van het bord, gaan er componenten op zitten bij het repairen die er niet in zaten in bijvoorbeeld een reflowproces. Of dat nu in de reflow oven gebeurt of in een vaporface toestel, zoals hier zichtbaar. De componenten die daar doorheen gaan, die zijn allemaal geëigend voor dat proces. Componenten die heel erg temperatuurgevoelig zijn, die gaan
vermeden worden om die door, mee door de reflow te steken, of in de vaporphase in dit geval. Die twee processen zijn ook gesloten processen. Tunnel is dicht, dat is een lang proces, heel goed regelbaar. Vaporphase ook, dat is zelfs een inerte omgeving, dus daar spelen andere parameters en omstandigheden die het makkelijker maken om te solderen. Maar bij de repair kom je in een open omgeving terecht. Een toestel waar uw bord in ligt. Er is geen inerte omgeving. Er staan componenten op die er waarschijnlijk achteraf nog zijn opgezet na het reflowen oorspronkelijk. Die temperatuurgevoelig zijn, die selectief gesoldeerd zijn, eventueel met de hand gedaan. In het slechtste geval zitten die dan nog vlakbij de component die je wilt gaan afhalen, herwerken. Dus dat wordt daar een heel ander gegeven op een gegeven moment qua temperatuur en qua proces. Dus dat moet allemaal mee in rekenschap gegeven worden aan, bij het herwerken. Dus we gaan moeten inschatten, heb ik hier bijvoorbeeld een bord met een hoge thermische massa. Dat wil zeggen, is dat een multilayer bord? Zitten daar veel koperlagen in? Wat voor componenten zitten daarop? Moet ik een kleine component herwerken, eerder een grote die heel veel temperatuur vraagt? Aan de andere kant kan het ook een kleiner bord zijn met lage thermische massa. Een flexbord bijvoorbeeld, een dunne PCB, die vragen andere procesinstellingen dan zware borden. Thermisch gevoelige materialen en componenten, staan die erop? Moet ik ook rekening mee houden? Dus dat zijn allemaal dingen die je moet gaan inschatten als je het bord in handen krijgt. Vaak weet je ongeveer wat voor bord het is, of heb je dat in het beste geval heb je dat bord zelf gemaakt en moet je het zelf herwerken. Het kan ook zijn dat je borden krijgt van derden waar je eigenlijk heel weinig over weet. Dus in het geval dat we te maken hebben met een bord met een hoge thermische massa, een multilayer, zware componenten op, iets wat veel verwarming vraagt, dan gaan we kijken naar een lage verwarmingsgradient. Ongeveer kleiner of gelijk aan 1 graad of 1 Kelvin per seconde. Dat wil zeggen, elke seconde in tijd dat we verder gaan, stijgt de temperatuur met 1 graad. Dat is een rustig profiel. Dat gaat niet te snel, niet te langzaam. We moeten daar ook goed op letten dat de onderverwarming van het bord. We hebben in repair aan twee kanten kunnen we verwarmen, de onderkant en de bovenkant van de component, onderkant van het bord, bovenkant op de component. Die onderverwarming die moet daar goed aanwezig zijn bij zware borden. Er moet warmte in het bord gestoken worden, dat het bord al op een bepaalde basistemperatuur komt. Anders gaan we later met de problemen komen dat we wel de component eraf halen, maar Het is te koud. Het bord trekt eigenlijk alle warmte weg die we in de component steken. Die loopt via de BGA-bal. In het geval van een BGA loopt die weg in het bord. We zullen natuurlijk, wat logisch is, bij een bord met hogere thermische massa langer moeten voorwarmen. Langer en rustiger. Niet te brusk. De profielen die daarvoor geëigend zijn, dat zijn lineaire profielen. Eventueel met 1 of 2 knikken erin. Die knikken, daar kom ik dadelijk op terug wat dat is. Dat dus bij hoge borden met hoge thermische massa. Wanneer de thermische massa beperkt is, of laag is, dan kunnen we eigenlijk wat sneller gaan opwarmen. Dan kunnen we een hoger gradient gebruiken. Hoger gradient is natuurlijk interessant, want dan gaat ons proces sneller gaan. En bij lage thermische massa lopen we niet het risico dat we een heel groot temperatuurverschil over het bord heen gemeten, dat we een heel groot temperatuurverschil krijgen. De onderverwarming kan er ook iets minder en we kunnen het ook korter doen wat de tijd sneller maakt. Dat kunnen we doen met een lineair profiel. Een zadelprofiel of een soakprofiel, wat wel eens gebruikt, vooral vroeger gebruikt werd in de reflow. Daar proberen we toch zoveel mogelijk van weg te blijven. Opteren hier ergens wel geprefereerd een lineair profiel, net zoals bij de zware borden. Dan lopen nog de kans dat er thermisch gevoelige materialen en componenten op dat bord staan. Zoals ik zei, repair, dan was het bord ooit al gemaakt, dan was het af. Dus er zijn in de laatste stappen komen de meest gevoelige componenten vaak op die borden terecht.
die staan erop. Wat kunnen we daarmee doen? Als die dichtbij staan en die, we lopen het risico die te gaan te overhitten, dan moeten die gaan beschermen tegen de warmte. Dat kunnen we doen door af te dekken met een aluminium afdekfolie bijvoorbeeld. Heel gericht verwarmen is natuurlijk ook een optie, dat we ervoor zorgen dat we de warmte alleen maar hebben waar we hem nodig hebben. Is dat dan nog niet genoeg? Dan zouden we gevoelige componenten actief kunnen gaan koelen of zelfs wegnemen. Als actief koelen praktisch niet mogelijk is, omdat we dan weer met de koeling in het vaarwater komen van de verwarming, dan zouden we ook kunnen opteren om tijdelijk ook nog andere componenten weg te nemen in de buurt die we niet willen beschadigen. Maar dat willen we natuurlijk vermijden, want dan zijn we een stuk langer bezig. Dus het herwerken, het repairen van een bord, bestaat eigenlijk grofweg, wat Steven daar ook al aanhaalde in zijn betoog over de chemie, in drie stappen. We hebben een defect component, in dit geval een BGA, dan moeten we desolderen. Dus dat zal van het bord afgehaald moeten worden. Dat is al de eerste stap. Dat is niet zonder risico, niet zonder gevaren. Daar kunnen we daar kunnen we ook schade mee aanrichten als we dat niet doen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, we gaan voorverwarmen. We wachten niet lang genoeg tot alles goed gesmolten is. En we proberen de component eraf te trekken. Lopen we bijvoorbeeld kans om pads van het bord mee af te halen. Dus dat is een stap die zeker de nodige aandacht vergt. Dan eenmaal de component eraf, moeten we de plaats waar de component heeft gestaan voorbereiden. Daar zijn fluxresten, daar zijn tinresten. Die pads die moeten opgekuist worden, dat moet vlak gemaakt worden, vooraleer dat we een nieuwe component kunnen solderen. Dus bij het desolderen gaan we beginnen met voorfluxen. Er komt dadelijk ook een filmpje waar dat het helemaal in getoond wordt. We hebben flux nodig om die vloei, als we eenmaal op warmte zijn, boven het smeltpunt van de legering, moeten we ervoor zorgen dat alles goed vloeit. Een flux die zorgt ervoor dat de warmteoverdracht wat efficiënter gebeurt, dat de vloei makkelijker is. Dus daarvoor zeker flux nodig in die eerste stap al. Een profiel moet geselecteerd worden. We moeten gaan bepalen welke legering, waar heb ik hiermee te maken. Is dat een loodvrije legering? Is dat een loodhoudende legering? Aan de hand daarvan veranderen de smeltpunten en de temperaturen van uw profiel. We plaatsen een thermokoppel zo dicht mogelijk bij de component die we willen herwerken, om in real time te kunnen zien van wat gebeurt er met de temperatuur, hoe loopt die. Een goed reworkstation heeft een gesloten loop, temperatuurmeting en profielaansturing. Dus dat wordt constant gemeten van hoe warm zitten we, bijgegeven, wat minder gegeven. En natuurlijk het positioneren is belangrijk, van waar staat mijn component, pak ik hem in het midden op en eventueel het afschermen van componenten in de buurt die warmtegevoelig zijn. Dat allemaal met het liefst een lineair profiel, 1 of 2 knikken. Meestal is het bij desolderen lineair profiel, zo kort mogelijk, niet te lang in vloeibare fase blijven, dat is ook helemaal niet nodig. Het is gewoon component weghalen. Bij de voorbereiding van de pads die we hebben, moeten we ook weer fluxen. Dus er moet een flux opgelegd worden. Overtollig tin wordt dan weggenomen. Wel moeten we hier heel goed oppassen dat we tijdens het wegnemen van die overtollige tin, dat gaan we met een soldeerbout typisch doen, een externe warmtebron, dat we die zo laag mogelijk instellen, dat we de pads niet overhitten. Want als we de pads gaan overhitten, dan kunnen we bijvoorbeeld lifted pads krijgen. Dan kunnen we die eigenlijk los gaan maken uit het bordmateriaal, uit de FR4. Dan zijn we pads kwijt, dan hebben we een groter probleem. Dan moeten de pads nu opnieuw gelegd worden. Wat er ook kan voorkomen, is dat het koper van de pads, ze blijven dan wel staan op het bord, maar doordat er te veel legering, loodvrije legering, vooral het zilver in dat geval, kan koper aantrekken uit het bord. Dus we kunnen dunner pads maken, dunnere tracks die er naartoe lopen. Dat kan een probleem worden. Dus zo koud mogelijk en zo kort mogelijk is daar de boodschap bij het voorbereiden van de pads. En dan op het einde de fluxresten
van de flux die we net gebruikt hebben, die worden dan handmatig afgehaald om een proper werkoppervlak te hebben. Bij het opnieuw solderen van de BGA ook weer eens profiel selecteren. Het profiel hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn als het profiel wat gebruikt werd bij het desolderen. Bij het desolderen proberen we echt alles te smelten en zodra alles gesmolten is, component weg te nemen. We hoeven ons daar geen zorgen te maken van, gaat die intermetaalse laag daar zijn, gaat die goed zijn, heb ik een bepaalde tijd nodig om die intermetaalse laag weer te voorzien. Dat hebben we niet nodig bij desolderen, maar bij het solderen uiteindelijk waarschijnlijk weer wel. Moeten we daar toch naar kijken. Waar gaan we fluxen? Gaan we de BGA, nieuwe BGA dippen in de flux, in de gelflux, zoals Steven aanhaalde? Gaan we eventueel pasta erop moeten drukken? Dat zijn dingen die we ons af moeten vragen. Dan wordt de component uitgelijnd en gepositioneerd. Dan wordt een profiel gestart, een verwarmingsprofiel, om alles te solderen. Dus bij het bepalen van uw desolder- of soldeerprofiel moeten we rekenschap geven aan legering. Welke legering heb ik gebruikt? Welke materialen zitten er op mijn bord? Hebben die beperkingen naar de temperatuur toe? Is er eventueel vocht aanwezig? Bij vocht aanwezig in borden mogen we het zeker niet te snel opwarmen, omdat vocht gaat schrikken. Krijg je de cracks in componenten, eventueel delaminatie in de borden. Daar moet rekening mee gehouden worden. De situatie is anders bij het rework dan bij het reflowen. Dus we kunnen niet één op één dezelfde profielen hanteren en dezelfde logica. Zoals ik al zei, de intermetaalse laag is dan al wel aanwezig bij het terugplaatsen van een BGA. Dus de tijd boven liquidus, de tal, dus de tijd die we nodig hebben terwijl de legering vloeibaar is, die kan korter zijn. Waar dat in de reflow nog vaak 60, 90 seconden, 45, 90 grofweg seconden worden aanbevolen door de meeste pastafabrikanten, kunnen we hier eigenlijk al met 20 à 40 seconden zijn vaak al voldoende bij het reworken van BGA's. We willen de maximumtemperaturen toch een beetje in bedwang houden. Er zijn boven de 250 is sowieso niet aangewezen. We proberen 245 als maximum te houden, maar met in het achterhoofd houdend 20 graden boven de smelttemperatuur van die legering. SAC 305 bijvoorbeeld, een heel populaire lotvrije legering, die zit op 219. Dus dan komen we op 239 als maximumtemperatuur. Dan zitten we nog altijd goed onder die 245. De gradiënt of de snelheid waarmee we opwarmen, die is afhankelijk van de thermische massa, zoals we gezien hebben. Eventueel vocht aanwezig. Stress, het uitzettingsstress die in de borden komt bij het opwarmen. Elk materiaal gaat uitzetten of krimpen tijdens opwarming. Meestal is dat uitzetten, maar met verschillende snelheden. Dus borden gaan anders uitzetten, sneller of langzamer dan de component. En we krijgen dan stress op de verbindingen, stukken daar. Dus daar moet allemaal rekening mee gehouden worden. Een lineair profiel, dat is iets waar we standaard van vertrekken. 1 graden per seconde, dat ziet er dan zo uit. Je begint bij kamertemperatuur en we gaan recht omhoog, 1 graad per seconde, tot we boven het smeltpunt komen. Dit is de band, de reflowzone waarin we willen werken. Proberen we tussen de 235 en 245 graden te houden, een bepaalde tijd, en dan koelen we terug af. Moest de massa van uw bord en uw component nu groter zijn en we hebben die vraagt meer temperatuur, dan kunnen we onze gradiënt lager leggen. In dit geval 0,7 graden per seconde. De vorige grafiek staat hier ook nog. Dus we gaan langzamer opwarmen, zodat de warmte goed overal in dat bord terechtkomt. Ons proces totaal gaat iets langer duren, maar we gaan ons van vergewissen dat de temperatuur wel overal aanwezig is en goed verspreid zit, dus een kleine delta T. Dan zie ik dat. Oké, deze grafiek. Die klopt niet helemaal, dan spring ik meteen naar deze grafiek. Die 1 of 2 knikken waar dat ik het over had, dat is dan een lineair profiel dat normaal begint. Maar op een gegeven moment gaan we dan de gradiënt afzwakken. We beginnen bij 1 graad per seconde. We gaan het vertragen naar
0,7 bijvoorbeeld, en dan naar 0,5 graden per seconde. Dat doen we om toch wat extra warmte in het bord te krijgen, maar toch ons proces in totaal redelijk kort te houden. Dus daar kunnen we nog voor opteren om dat te doen. Dus een echt zookprofiel, dat gaan we niet doen, omdat we daar met stukken zitten. Als we een echt zookprofiel hebben, dan gaat de eerste aanloop gaat redelijk snel zijn, dan gaat de gradiënten hoog zijn, dan gaan we plat houden en weer omhoog gaan. Dan zijn die gradiënten, die kunnen meer dan 4 graden per seconde zijn, bijvoorbeeld om vanuit het plateau naar smeltpunt te gaan. Dus dat willen we vermijden, omdat dat toch veel stress geeft in de bordcomponenten. Als er dan vocht aanwezig is, dan gaat dat zeker daarop reageren en problemen veroorzaken. De eerste stap waar we het over hadden geïllustreerd, het wegnemen, het desolderen van een component. Dus we gaan zien dat de component gefluxt wordt, voorverwarmd wordt, pipet komt naar beneden met het vacuüm en neemt de component dan weg. De defecte component wordt dan weggenomen van het bord. Dus het bord is ingespannen, een nozzel wordt gekozen. Naar gelang de grootte van het component kiezen we de juiste nozzel. Ons profiel kiezen we hier. En we gaan de operatie die we kiezen is het desolderen. Op een bepaald moment komt er de pipet naar beneden bij een bepaalde temperatuur. Die staat niet heel de tijd op de component. Thermokoppel wordt bij aangelegd om een real-time temperatuur te meten. Gevoelige componenten in de buurt worden afgeschermd. En met een topheaterscherm kunnen we bepalen waar we onze warmte, bovenwarmte, willen hebben. Flux aangebracht, die loopt onder de component door. Dat is een vloeibare flux, die loopt capillair onder. En dan wordt er voorverwarmd van onderuit. Na een tijd komt de pipet naar beneden. Die wacht dan nog even tot alles gesmolten is en de component wordt omhoog genomen. De component wordt weggelegd op een tray en de component is weg. Daarna moeten we natuurlijk de plaats waar de component gelegen heeft, die ziet er als een slagveld uit. Dus de tinresten moeten daar weggehaald worden. Gebruiken we ook weer eerst een flux voor. De pads moeten vlak gemaakt worden, zodat de nieuwe component er mooi vlak kan opliggen. Opletten voor te hoge temperatuur hier, padlifting. Het weghalen van koper. Daarna reinigen we alles weer en kunnen we flux leggen eventueel om de nieuwe component te ontvangen. En dat kan er dan zo uitzien. Flux aanbrengen. In dit geval is dat een gelflux. Uitsmeren met een borstel, dat het mooi verspreid is. En dan wegnemen met de geëigende tips daarvoor. Dat kunnen mini-wave tips zijn, dat kunnen grotere tips zijn. Kan ook een koperwiek gebruikt worden om het te doen. Dus hier de laagst mogelijke tiptemperatuur gebruiken. Om het gevaar van wegnemen van pads of lifting te vermijden. Opzuigen in een koperwiek. Overtollig tin wordt daarin opgenomen. Of men kan het met een desoldeerbout, vacuüm gezogen, kan men ook de overtollige tin, in dit geval is dat de onderkant van de BGA, kan men zo schoon krijgen. Het reinigen van de fluxresten wordt met een fluxremover gedaan en een doek, zodat de fluxresten in de doek blijven en niet rondgesmeerd worden over het bord heen. Controleren. En dan is dat bord in feite klaar om zo dadelijk een nieuwe component te gaan ontvangen. Dus om een nieuwe component te ontvangen, moeten we gelflux aanbrengen. Als we een nieuwe component nemen waar de ballen al aanwezig zijn, zoals Steven al zei. Als er ballen zijn, dan zit gewoon dippen in gelflux. We kunnen ook nog in extra pasta dippen. Of pasta gebruiken om componenten zonder ballen te voorzien van nieuwe ballen. Steve heeft het daar ook al over gehad. Component wordt dan uitgelijnd, geplaatst. We gaan kijken of die goed staat en daarna gaan we reflowen. Dat is wat hierin geïllustreerd wordt. Dus het bord wordt opnieuw ingespannen in het toestel. We gaan kijken waar de positie is waar de component uiteindelijk naartoe moet. Die wordt ingeleerd in het toestel.
De component wordt ook op een camera in de juiste oriëntatie aangeboden. Bij het dippen van flux maken we het fluxstation, het dipstation, klaar om de component te ontvangen, om te dippen. De component wordt daar dan ingedipt. Flux blijft aan de component, aan de BGA-ballen hangen. De camera kijkt dan naar de component en wordt uitgelijnd. Willen we dippen met pasta, kan dat ook. Is eigenlijk hetzelfde principe. Component dippen in de pasta, uitlijnen boven de camera. In dit geval automatisch. In dit station wordt automatisch de positie gecontroleerd, zoals in de pick and place. Wordt neergezet en dan kunnen we reflowen. Dus dat is de afloop van het proces. Hebben we nu een component waar geen ballen meer op te vinden zijn, die eraf zijn, dan gaan we met een gewone pasta. Het hoeft geen speciale dippasta te zijn, maar de gewone pasta die uit de lijn komt, kunnen we door middel van een stencil een component voorzien van pasta. Dan wordt de component met, uit de stencil gelicht. In dit geval is het manueel, in dit toestel manueel uitgelijnd, component ten opzichte van het bord. En wordt dat verder automatisch geplaatst naar beneden. Plaatsing kan gewoon op contact neergezet worden of kan eventueel van een kleine hoogte, een paar honderd micron, kan die gedropt worden. Dus dat is dat. Even kijken. Dan, even nog niet starten. Dan als we het reflow proces, als we dat goed doen, dan gaan we zien in een traditionele reflow, hebben we de bal die aanwezig is van de BGA en de pasta zien we hier goed onder. Het is een oud filmpje, maar het werkt een supergoed filmpje. De pasta is hier geprint. We zien de kleine metaaldelen, de balletjes van de pasta nog zitten in een flux, component, bord. En we gaan zien dat er een dubbele smelt is bij een BGA waarvan de ballen hetzelfde materiaal zijn als de pasta. Dan krijgen we een dubbel smelt. Eerst gaat de pasta smelten. Dan zakt de bal naar beneden in de gesmolten pasta. En dan zien we ook, aanvankelijk houdt de bal zijn vorm nog. In tweede instantie smelt de bal ook en gaat die zich vervormen om een nog betere contact te krijgen met de kaart eronder. Dus we beginnen op te warmen. Pasta gaat dadelijk smelten. De balkjes die we nu nog zichtbaar zijn, zijn allemaal gesmolten. Dat wordt één vloeibare massa. De BGA komt in eerste keer naar beneden. Die zakt naar beneden. De bal heeft nog zijn oorspronkelijke vorm, maar die begint nu ook te smelten. En we zien aan de bal, de vorm van de bal, dat die meer recht wordt en een tweede keer inzakt. Zodanig dat we een dubbele melt krijgen en een zeer goede verbinding van de BGA op het bord. Dus dat ziet er dan goed uit. Dan komt de laatste stap. We hebben BGA eraf gehaald, terug erop gezet en dan gaan we moeten controleren. Dat kan visueel met een microscoop, met een elektronische microscoop, een camerasysteem. De ERSA-scoop, waar Steven het ook al over had, die kijkt onder de componenten door. Dus dan krijgen we eigenlijk dit beeld. Dat is een ERSA-scoopbeeld. We zien hier ook dat die bal niet meer rond is, maar het zijn twee smeltfases heeft gehad. Controle kan met X-ray, röntgen, kan kijken van hoe ziet dat eruit, zit dat er voids in of niet. En dan op het einde natuurlijk de functionele test, die uitsluitsel geeft of uw werk succesvol was of niet. Dat was het zover. Ik weet dat het beknopt was en beperkt. Als u meer wil weten, de Smans Academy voorziet sowieso in uitgebreide procestrainingen over allerlei onderwerpen, ook deze. En dan wil ik nog even aan toevoegen dat een gratis adviesgesprek kun je aanvragen via de site. Op het einde van het webinar kom je automatisch op een site waar je dit in adviesgesprek kunt aanvragen. En dan komt mijn collega Jules met, even kijken hoe dat ik dat best laat zien. Dan komt mijn collega Jules op bezoek. Die brengt dan een attentie mee voor iedereen. En die kan u verder vertellen over
Ja, die kan verder vragen beantwoorden en wat informatie geven over toestellen en dergelijke. Dan gaan we even kijken naar de vragen. Ik wil ook nog even meegeven dat het volgende webinar op 12 mei doorgaat. Ook weer in samenwerking met Interflux. En dat gaat over handelen over selectief solderen. Dus dat is nog iets om in de agenda te zetten. 12 mei aanstaande. Dan gaan we eens even kijken naar de vragen. Ik heb een vraag binnengekregen. Misschien, Steven, ook iets om eens over na te denken. Hoe verwijder je de fluxrestanten het best van onder een BGA, nadat we hem vervangen hebben, zodoende kleiner dan 1,56 microgram NaCl op per vierkante centimeter, dat is een waarde voor de verontreiniging, te garanderen. In klasse 3 en BGA's met lowe standoff. Ik denk, met reinigen is het vaak zo dat we dat moeten proberen te vermijden. Hoe meer we reinigen kunnen vermijden, hoe beter. Dus de keuze van fluxen is daar, denk ik, als ik Steven zijn verhaal goed begrepen heb, is daar wel cruciaal in. Ik ga even terug op in beeld brengen, Steven. Ik weet niet of je daar iets voor over wilt. Ja. Meer over kwijt kunt. Want het is natuurlijk moeilijk onder een BGA te reinigen, sowieso. Ja, maar ik denk dat als ik de vraag goed begrepen heb, is het reinigen nadat de BGA verwijderd is. Klopt dat? Of bedoelen ze echt effectief onder de BGA? Ja, nee, van onder de BGA staat er. Dus echt een BGA die er teruggezet is. Ja, wel bijzonder moeilijk om dat juist te doen. Als je naar echte verontreinigingsniveau kijkt en je wilt dat meten, dan is eigenlijk hier de sleutel om gewoon chemie te gebruiken die u weinig verontreiniging geeft. En dan kom je eigenlijk uit bij de vloeibare fluxen met een zo laag mogelijk solid content. Dat is natuurlijk een beetje een contradictie met procesvenster. Dus zou je moeten kijken wat eigenlijk juist voor jou past. En dan eigenlijk een soldeerchemie kiezen met zo weinig mogelijk solid content. Dus daar heb je heel veel verschillende mogelijkheden in. Die dan geschikt is voor die toepassing van jou. Als je dan achteraf wil reinigen onder een BGA, is dat bijzonder moeilijk. En dan moet je al gaan naar speciale reinigingsmachines. Dus om dat manueel te doen, gelijk sommigen het doen met inspuiten en laten afdruipen. Daar kan je in sommige gevallen zelfs meer slecht als goed mee doen. Omdat die residu van die flux is eigenlijk in zekere zin gedesigned om als no-clean product te blijven liggen. Er bestaan soldeerchemies die als je die slecht reinigt, dat er dan zelfs gevaarlijke producten naar boven komen. En dat je eigenlijk meer slecht als goed doet. Dus daar heb je dus al echt professionele reinigingsapparatuur voor nodig. En dan het reinigingsmedium dat je dan gaat gebruiken, moet dan ook nog eens compatibel zijn met uw soldeerproduct. En daarom bestaan wel in vele gevallen lijsten. Zo voor Interflux-producten werken wij nauw samen met Zestron en ook in mindere mate met Kolop en Kaizen, waar we gewoon reinigingstesten doen op onze producten om te kijken hoe goed dat die reinigen. In de praktijk, en zeker als je spreekt over reinigen onder een BGA, ga je heel waarschijnlijk die parameters toch moeten aanpassen en is het heel afhankelijk van geval tot geval of je een goed resultaat gaat hebben of niet. En is het, ja, naar mijn mening heeft het zeker de voorkeur om niet te reinigen onder een BGA. Ja, voorkomen beter dan genezen. Ja. Oké, dan had ik nog een vraag. Dat is misschien ook iets voor u, Steven. Zijn er LMPA-spheres te verkrijgen? Wij hebben op dit moment hebben we, geloof ik, in 300 micron of 350 micron, ben niet zeker, beschikbaar. Dat is dan voor één type BGA dat zulke balls heeft. Naar de toekomst toe gaan we dat zeker uitbreiden. Op dit moment is die vraag eigenlijk nog vrij beperkt. Ja. Maar dat is wel al gedeeltelijk beschikbaar. Oké. Dan kwam er een vraag van iemand, zijn er doorgedreven procesopleidingen beschikbaar? De academie, ja, daar hebben we het over gehad. Zowel, ik denk, Interflux doet dingen, wij doen dingen. De academy bij ons is daar heel, is er helemaal op toegespitst. Op smans.com kun je onder de tab Academy het hele aanbod vinden van de opleidingen die wij verzorgen. Dus dat is redelijk uitgebreid. Dan nog iets voor jou.
Steven, denk ik. De fluxgels verschillen nogal eens in viscositeit. Waar liggen hier de verschillen? Ja, dat klopt. Dat hangt een beetje af van je applicatie. Als je het wil aanbrengen door middel van printen bijvoorbeeld, dan zijn de dikkere consistenties en de hogere viscositeiten beter geschikt. In het algemeen ook voor dispensen. Die zijn dan beschikbaar in spuitjes, 5cc, 10cc, 30cc, al dan niet met een plunger of voor een automatisch systeem. Daar zit je ook met de hogere viscositeiten. Als je al naar dippen gaat, dan ga je al iets meer naar de lagere viscositeiten. En als je het wil zelf aanbrengen met een borsteltje, wat ook vaak gedaan wordt voor BGA, dan is de laagste viscositeit eigenlijk de meest geschikt, omdat het veel makkelijker gaat en je dan ook nog eens minder residu's hebt, omdat die de laag die je aanbrengt eigenlijk veel dunner is. Maar dat is eigenlijk de functie van die verschillende viscositeiten. Ja, en dan heb ik nog een vraag over de toestellen zelf. Is er nog een vraag gekomen? Zijn deze machines ook geschikt voor het plaatsen van andere componenten dan de BGA's natuurlijk? Die zijn geschikt voor allerhande soorten componenten. Je moet natuurlijk wel een vlakke bovenkant hebben om hem te kunnen opzuigen met het vacuüm dat hij grip heeft. En eigenlijk kunnen we alles herwerken van 0,1005 tot 70 bij 70 mm over het algemeen. Dus, Jules kan daar ook nog heel wat over vertellen. En daar kun je een bezoek voor aanvragen. Dan denk ik dat we ongeveer zover zijn. Steven, super bedankt voor uw hulp en voor uw inzetting. Ja, op 12 mei zien we elkaar weer. En dan gaat het over selectief solderen. En dan... Ja, dan denk ik, geniet van het goede weer tot dan. Okay. Bedankt. Oké. Bedankt iedereen. Oké, tot dan. Tot dan. Bye bye.